En we gaan wachten zo lang mogelijk. Oh no. We gaan in crisismodus. Laten we hopen dat ik hier beide air defenses kan uitschakelen. Maar ik denk dat de angle net niet goed is. De angle is perfect. Wat zit ik hier te zeggen? Laten we niet langer meer wachten. Het is tijd om nu onze 2500 oorlogsmedailles te gebruiken. Het is weer het begin van een nieuwe maand en dat betekent dat in Clash of Clans er een nieuwe Clan War League begonnen is. En voor mij is dit een best belangrijke Clan War League, want, dames en heren, ik zit hier nu op dit moment op 2300 van die War Tokens. En als ik dus helemaal naar rechts scroll, kan ik hier dus, als het goed is, op het einde van deze Clan War League die oorlogsarena kopen. Ik heb lang getwijfeld of ik een van die skins liever zou hebben. Maar ik dacht, weet je wat, ik ga nu gewoon voor die arena gaan. Want ja, dat is gewoon het duurste. Ik heb er nog 100 voor nodig. Je kunt het niet zien op beeld, maar dat is 2400 tokens. En ik heb er 2300. Maar ik wil eigenlijk iets speciaals doen voor deze video. En in plaats van te wachten tot de Clan War League gedaan is en achteraf een video te maken, dacht ik van, hey, waarom ga ik niet proberen elke dag een fragment op te nemen met een update over de Clan War en proberen ook mijn aanvallen live te doen tijdens de opname. Dus dag 1 is nu bezig. We kunnen intussen tijd op de achtergrond kijken naar een verdediging. Maar ik moet mijn aanval nog doen voor dag 1 en die gaan we zo meteen live in de recording doen. En de bedoeling is dan eigenlijk dat tot zover mogelijk ik elke dag dus een stukje ga opnemen om die aanval te doen. Nu, het kan goed zijn dat ik een paar dagen misschien mis. Maar als ik toch 4 dagen bijvoorbeeld kan doen en dan de laatste dag die arena kan kopen, dat zou heel cool zijn. Dus volg deze hele Clan War League over de volgende 7 dagen live mee in 1 video. Dat is eigenlijk de bedoeling. En moest jullie dit formaat leuk vinden, laat zeker even een like achter. Ik zou dat enorm waarderen, want dit is dus inderdaad gewoon een video die 7 dagen gaat duren. Ik heb dat volgens mij nog nooit eerder gedaan. Dus dat gaat wel interessant worden. En ik kijk nu hier even naar defense. En dit wordt dus gewoon geen 3-ster. En dat is natuurlijk altijd heel erg mooi meegenomen, om eerlijk te zijn. Want hoe minder 3-sterren voor de enemies, hoe beter voor ons. Maar we zagen de map daarnet al even. Maar we gaan nog even nu een beter kijkje nemen naar wat de status van de eerste dag voorlopig is. We zien dat we momenteel aan het winnen zijn. We hebben 28 sterren met 11 aanvallen. Zij hebben wel een paar aanvallen minder, maar voorlopig zitten ze maar op 18 sterren. Dus er zit een kans in dat... het is eigenlijk heel voordelig voor ons op dit moment, want volgens mij zijn we dit wel aan het winnen. Zoals jullie kunnen zien hebben wij aan de top best wat goed gedaan eigenlijk. Alles ligt plat. Dus de druk zal voor mij heel erg hoog zijn om deze base ook plat te krijgen. Maar ja, dit is een goed begin, zou ik zeggen. 14 is jammer genoeg niet plat, maar dat kan altijd wel eens gebeuren. En, maar ja, dit is natuurlijk maar de eerste war. En voor context, wij zitten momenteel in de meesterdivisie, de derde divisie daarvan. Dat is wel de laagste in meesterdivisie, want hierna promoveer je dus naar meesterdivisie 2. Of je degradeert naar de kristaldivisie 1. En dit is de tweede keer voor New Unity dat wij in deze divisie zitten. Maar we zijn terug en dit keer is ons doel dus niet per se promoveren. Het zal mooi meegenomen zijn, maar ons doel is gewoon niet degraderen en ergens mooi in het midden blijven. Maar ja, uiteindelijk willen we natuurlijk wel kunnen stijgen. Maar ik denk, als wij dit kunnen verdedigen, zal wel een mooi begin zijn. Ik zie net dat we dit hier ook kunnen terugzien. Dus inderdaad... het is niet de tweede keer. Het is de derde keer dat wij nu in die kristal, of die meesterdivisie 3 zitten. Hier waren we gepromoveerd, dan waren we derde, niet eerste. Dan waren we weer gepromoveerd, gedegradeerd en dan 2 keer tweede. En nu zijn we gewoon eerste geworden de vorige Clan War League. Dus we gaan nu hopelijk kunnen blijven. Dat zou de achievement zijn voor ons. En daarna gaan we natuurlijk gewoon vechten voor promotie. Het probleem is, als je promoveert, weet je nooit precies hoe sterk de andere clans zijn. Als jij plots tegen alleen maar clans moet met stadshuis level 16 bijvoorbeeld, en jij hebt zelf maar bijvoorbeeld 5 stadshuis level 16 en de rest is 14 of 15 of soms zelfs een beetje 13, dan ja, ben je een beetje mismatched en dan kun je wat moeilijker sterren verzamelen en zij pletten je natuurlijk helemaal. Dit is de aanvalstrategie die ik op dit moment gebruik. Ik vind het een redelijk sterke aanvalstrategie persoonlijk. Ik gebruik gelukkig geen E-Drags meer, dat was vroeger dus het geval. Maar bij deze strategie
Is dus de bedoeling dat ik met die blimps, die zeppelins, dus richting het midden van de base ga. En daar komen dan mijn klankkasteeltroepen uit. En dat zijn die super archers. En daar gooi ik vervolgens 6 onzichtbaarheidsspreuken op. En 2 kloonspreuken. En ook nog eens die woedespreuk. En dat zullen jullie zo meteen wel zien. Al die spreuken gaan op die super archers. En daarna zullen er de draken moeten geplaatst worden. En die zullen de base moeten afmaken zonder gebruik van verdere spreuken. Maar ik denk dat je de aanval wel beter zal snappen als ik hem eenmaal doe. Het is altijd moeilijker om het uit te leggen dan het gewoon te doen en dan zie je het vanzelf wel. Wat ik dus wil doen met mijn super archers is het volgende. Ik wil de monoliet uitschakelen en ik wil het stadshuis al uitschakelen. En voor de rest zoveel mogelijk van de rest van de base uitschakelen. Ik denk dat we er gewoon aan gaan beginnen. Ik zal dus in mijn hoofd moeten tellen tot 4 bij het plaatsen van de onzichtbaarheidsspreuken. Dus ik zal heel veel stil zijn waarschijnlijk, maar... Ja, dat is echt de belangrijkste fase van de aanval. En dan de rest zien we wel. Heel goed dat ik er nog aan denk. Ik heb hier nog in de pas 2 heldenspreukjes. Die ik niet kan opeisen. Want ja, ik heb 5 van de 5. Dus we gaan gewoon eentje gebruiken. Mijn helden zijn dan max level. En we gaan er dan gewoon nu aan beginnen. Het kan altijd het kleine verschil maken dat we nodig hebben. Zolang het een hoge 2-ster is, ben ik tevreden. Maar natuurlijk wil ik die 3-ster halen. Dat is absoluut waar we voor gaan. Dus ja, we gaan hiermee beginnen. Kan ik het riskeren om mijn warden te houden? Het is redelijk korte afstand, dus ik ga dat riskeren. Normaal zet ik mijn warden erbij. Maar als ik die bij de draken zou kunnen plaatsen, zou het nog beter zijn. Dus ik ga hier gewoon een paar archers ballonnen zetten en we gaan ervoor. En dat was een goede call dat we hebben gemaakt. En hoppakee. En nu in. Dat was gevaarlijk. Oké, we gaan het stadshuis jammer genoeg niet mee kunnen pakken. Doordat die reuzenbommen daar erg goed geplaatst waren. Had ik eigenlijk kunnen zien aankomen. Maar we gaan nu er gewoon in met de queen. We zetten hier die reuzenpijl die jammer genoeg die niet kan meepakken. Die laatste air defense daar. En nu gaan we proberen hier zo ver mogelijk in de base te geraken met deze aanval. We gaan er gewoon voor. Hoe gaan we dit doen? We gaan hier met de warden. We gaan hier onze reuzen zetten. Onze draken zetten. En al de rest dat ermee komt. Ik hou nog 1 hier. En dan kijken wat we hier kunnen doen. Ik ga nu die spreuk activeren van de warden. En we zetten hier nog eentje bij. We gooien even onze muurbrekers hier. Stadshuis is neer. Dat is nice. Maar die spreuk, zoals ik zeg, als het stadshuis eerder was neergegaan, had het veel beter geweest. Want die draken zijn echt heel hard aangepakt. Oh, ik ging even uit het scherm, gelukkig niet voor lang. Dus dit is waarschijnlijk geen 3-ster. Alhoewel, nou ja, jammer genoeg net niet, denk ik. Puur omdat we hier deze air defense niet hebben kunnen meepakken. Dat is heel erg jammer. Die aanval had veel beter kunnen eindigen. Ik ben wel op zich tevreden dat het een hoge 2-ster zal worden. Maar jammer genoeg geen 3-ster. Die queen, of die air defense, die ik niet heb neergekregen met de queen ability, heeft hier op zijn eigen 3 draken neergehaald. En dat is natuurlijk heel erg pijnlijk voor de aanval. Alleen nog de king die leeft. Die gaat hier nog wel wat percent meepakken. Ik heb ook nog de phoenix als het dier erachter hangen. Die de king hier nog tijdelijk levend houdt. En kan die nog? Nee. Of oh, hij gaat misschien nog net die tovenaarstoren meepakken. Ik dacht dat hij ging focussen op de king. Maar gelukkig toch nog extra percent erbij. Heel erg jammer vind ik toch. Dat ik die air defense niet heb meegekregen. Ik denk dat dat de beslissende factor was. Als die air defense mee was gegaan, dan was de aanval een 3-ster geworden. Daar ben ik bijna zeker van. Oh, het was blijkbaar nog een archer ook die hier bezig was. Maar die doet niet veel meer. En 88%, niet het beste. Had beter gekund. Maar alleszins zijn er nog 6 aanvallen na deze wardes. Hopelijk kunnen we het daar beter doen. Nog niks is gespeeld. We zitten nu op 30 sterren.
Wat nog altijd redelijk goed is. We zitten maar één ster achter de nummer 2. En hoeveel aanvallen hebben die gedaan? Die hebben er 12 gedaan. Dus je weet nooit. Maar ja, mensen. Dit was het voor vandaag. Maar jullie zien in een paar secondes gewoon de volgende dag. En hopelijk de volgende aanval. Alright mensen, we zijn nu een dag verder. En dat betekent dat het tijd is voor de tweede dag van Clan War League. En we hebben dus een tweede aanval te doen. Even kijken naar hoe dat de vorige war gegaan is. Dus we hebben deze gewonnen met 35 sterren. En de andere clan had er 32. Dus dat is natuurlijk heel erg mooi. En als we nu eens gaan kijken naar de volgende war. Die is al wat lastiger dan de vorige. We hebben redelijk wat sterren al laten liggen. Je ziet natuurlijk, er is een kleine mismatch. Ze hebben wat meer stadshuislevel 16e dan ons. En volgens mij ook wat meer stadshuislevel 15e. Dat kan ik nu niet direct verifiëren, want deze zijn wel gewoon plat. Dus dat is natuurlijk goed. Maar ja, in het algemeen staan we dus nu tweede. Maar ik denk niet dat we daar gaan blijven, want wij hebben 11 aanvallen en 24 sterren. Terwijl nog veel andere clans nog veel meer aanvallen te doen hebben. Dus ik denk dat wij deze met moeite gaan winnen. Maar ja, je weet nooit, want onze tegenstanders doen het ook niet zo denderen. Kijk maar, naar 9 aanvallen gedaan en maar 16 sterren. Dus zij hebben ook heel veel laten liggen. Dus toch met een beetje geluk kunnen we deze win ook over de streep slepen. En dat zou een heel goed begin zijn voor ons. Maar laten we eens gaan kijken naar de base die wij moeten aanvallen. Oké, dus het stadshuis staat helemaal buiten aan de linkerkant. En we gebruiken dezelfde strategy als de vorige aanval. Wat ik ga proberen te doen, ik zie hier een lijn met 2 air defenses. Dus die ga ik hopelijk kunnen uitschakelen met mijn queen, met de ability. Hopelijk gaat die een beetje beter dan de vorige aanval. En met de blimp, ik zie dat de monoliet wat meer naar links staat. Dus ik ga proberen via de linkerkant aan te vallen. Ik denk dat ik mijn blimp van hier ongeveer ga inzetten. Zo ook de ballonnen. En dan gaat hopelijk de ballonnen en de warden ook hier opgaan. En dan gooit die vuurbal daarop. Dus dat is het doel. Maar we gaan zien hoe het gaat. En ik denk dat we er gewoon aan gaan beginnen. Let's go. Ik ga ook weer snel even zo'n potion gebruiken. Want we hebben er natuurlijk nog eentje of nog 2 in de pass die we niet hebben geclaimd. Dus dat is natuurlijk nice. En we krijgen er straks nog eentje. Oeh, sorry voor het flikkeren. Maar we krijgen er zo meteen nog eentje. We kunnen de komende dagen die blijven gebruiken. We gaan even kijken. We gaan gewoon de aanval doen. Altijd checken of dat je alle kleinkasteeltroepen hebt. Ik heb 48 van de 50. En dat is perfect. Want ik wil niet dat daar nog andere troepen bij komen. Die mogelijk de andere archers kunnen afleiden of traps kunnen activeren. Dus we gaan gewoon aanvallen drukken. En we gaan het gewoon proberen. Zoals gezegd gaan we hier via links. Ik hoop dat mijn ballonnen dus hiervoor gaan. En naar links gaan en niet naar rechts. Dus we zullen zien hoe dit gaat. Oh, daar is inderdaad, dat had ik niet eens gezien. Die moet even kapot gaan. En nu gaan we met de blimp en de warden. Die warden gaat gelukkig mooi mee. En die moest ik activeren. Jammer genoeg te vroeg, maar oké. En we doen even deze en nog eentje. Oh, ik weet niet of die archers daar nog veel leven. Daar gingen veel archers dood door die bom. Town Hall is neer. Monolith is neer. Dat is tenminste iets goeds. De blimp had sowieso beter gekund. Nu gaan we even kijken of we dit hier kunnen doen. Dit is natuurlijk heel moeilijk om te plaatsen. We gaan die queen hier zetten. We zetten de king daarin. Oh, en de queen. Ik ben de ability vergeten te activeren van de queen. Dat is natuurlijk heel erg vervelend. We gaan deze hier zetten. En we gaan deze gewoon activeren. Wat jammer. Dit is heel vervelend. We gaan gewoon nu met de draken hierin gaan. En we gaan hopelijk zo snel mogelijk die kunnen uitschakelen. Oké, we gaan de King Ability nu ook gebruiken. Dit wordt dus overduidelijk geen 3-ster die aanval. Ik weet niet wat het is. Als ik opneem gaan de aanvallen nooit hoe dat ik ze wil. Terwijl als ik niet opneem gaat het altijd veel soepeler. Ik weet niet of het misschien is omdat ik nog altijd niet gewoon ben om het terug op te nemen. Maar de aanval is dus duidelijk niet helemaal zo fantastisch. Had sowieso beter gekund. Die blimp had veel beter gekund. Ik had ook deze niet echt gezien.
dat bouwershutje, waardoor dat dus de ballonnen daarop gingen. En ja, het had allemaal veel beter gekund, maar ja, in het algemeen nog altijd geen rampzalige aanval. Want we hebben wel 2 sterren en 80%. Maar ik vind toch echt dat ik deze ik moet kunnen 3 sterren. En dat kan ik hopelijk in een van de volgende aanvallen dan wel doen. Maar goed, dat brengt ons totaal nu op 26 sterren. Zij hebben er 16. Ik weet niet, zij moeten natuurlijk nog redelijk hoog aanvallen. Dus de status level 16 moeten zij nog aanvallen hier, nummer 2 en nummer 3. Mijn verdediging heeft het hier goed gedaan. En ja, we zullen zien hoe dat zij het verder doen. Maar goed, ik denk dat ik jullie dan gewoon weer bij de volgende Wardag terugzie. Mogelijk kan ik de volgende niet opnemen. Maar ja, jullie zien wel of het bij de derde of de vierde dag is dat ik de volgende opname doe. Voor jullie is het nu dag 3, maar voor mij is het intussen tijd al dag 5. Ik heb jammer genoeg geen tijd gehad om op dag 3 en 4 live mijn aanvallen te doen. Maar we gaan toch even kijken naar de aanval die we op dag 3 gedaan hebben. En dat is namelijk deze hier tegen een stadshuis level 16 die er redelijk max level uitziet. En we vallen via onderaan, dus om even pauze te zetten. Dus dat kan natuurlijk nu gelukkig wel tijdens een replay is pauzeren. Maar dus de dingen waar ik hier naar heb gekeken, gewoon om wat uitleg te geven bij de strategy weer, is, ik heb gekeken naar de luchtblazers. Die staan hier allebei naar boven te blazen, waardoor via onderaanvallen gewoon wat makkelijker is. Maar ook hier, die poison defense, die staat bovenaan het stadshuis, terwijl hier onderaan een rage staat. En ja, die poison is gewoon echt super gevaarlijk voor mijn super archers, die hier in die blimp zitten. Dus ik ga weer op play drukken en we kijken even verder. En ik gooi hier een invisibility spreuk op. Gooi de rage, gooi de 2 clone spreuken en dan weer een invisibility spreuk. En hier gaan mijn super archers dan nu zoveel mogelijk damage proberen aan te richten aan deze base hier. En dat doen ze goed. Er zijn gelukkig geen bommen of zo geweest die hier al te veel van mijn archers hebben gekilled. Nu komen er 2 bommen hier die wel wat damage gaan doen. En een paar van mijn archers neerhalen. Maar het grootste werk is dus wel gedaan. Stadshuis is neer. De windblazers zijn ook neer, wat heel goed is. Want dat betekent dat als ik nu met mijn draken wil aanvallen, dat die niet meer gestoord gaan worden door die windblazers. Dus nu is het wel de bedoeling dat ik hier zoveel mogelijk nog van die air defenses uitschakel. En dat doet mijn queen prachtig. Dus 2 van die air defenses gewoon meteen weer weg. Ik zet de king ook in, zodat die kan tanken voor de queen. En hopelijk kan op zijn minst of de queen of de king nog in leven blijven. Maar ik ga intussen tijd aanvallen met mijn draken. En hopelijk hier de base volledig kunnen clearen. Want er zijn geen air defenses meer in de base. Maar ik heb ook geen spreuken meer. Dus hier hebben we nu de Royal Champion bovenaan ingezet. Ook al ability gebruikt. Dus die Hawk Riders hebben hier ook al meteen snel werk gedaan. En die Adelaarsartillerie uitgeschakeld. En het ziet er voorlopig best wel goed uit. Je hebt hier natuurlijk nog 2 van die hapsnappen. Maar we hebben nog de Queen en King die hier onderaan leven. Heel wat draken. En bijna geen air defenses meer. Dus mensen, dit ziet er heel erg goed uit. En ja, ik bedoel, je ziet het in de tussentijd zelf ook wel. Dit wordt gewoon een mooie 3 sterren. Dus natuurlijk, de ene keer dat ik niet live mijn aanval doe, gaat er natuurlijk een mooie 3 sterren aan te pas komen. En dan, ja, dat is natuurlijk jammer dat ik dat niet live heb gedaan. Maar 3 ster is 3 ster. En dat is het belangrijkste. Dat is wat telt. En ja, we gaan eens kijken nu. Ik ga niet de replay van de vierde dag laten zien. We gaan gewoon zo meteen de aanval doen voor de vijfde dag. Maar ik ga wel even kijken naar hoe dat de war er momenteel uitziet. We hebben jammer genoeg deze war waar ik dus op dag 3 de 3 sterren heb gehaald. Hebben we verloren, jammer genoeg, met 30-39. Dit is momenteel ook wel de sterkste clan. Die stond op dat moment eerste. Die staat nog altijd eerste. En die heeft gewoon een heel stuk meer stadshuis level 16 dan dat wij hebben. Dus ja, dat was gewoon heel moeilijk. Ik denk dat we het in het algemeen eigenlijk nog best wel goed gedaan hebben. War 4 hebben we jammer genoeg ook verloren. En die was volgens mij redelijk nipt. Maar ja, we hebben verloren op 1 ster. Kan gebeuren. Maar we gaan eens kijken naar het totaal. We staan nog gewoon altijd vierde. Dus we kunnen zeker niet klagen. Zoals ik eerder in de video al zei, het doel is zeker niet promoveren. Want
Dat lukt ons gewoon niet. We zijn net in deze divisie nu aangekomen. Dus het feit dat we niet onderaan zitten, is heel goed. En ik denk dat we nu wel redelijk zeker zullen zijn van ons behoud van deze divisie. Ik denk niet dat we gaan degraderen. Dus dat is goed nieuws. Maar natuurlijk kunnen we kijken of we mogelijk de vierde plaats kunnen behouden. En hopelijk misschien nog de derde kunnen pakken. Maar dat zal heel moeilijk worden. Maar laten we eens gaan kijken naar de WAR van dag 5. Dus we staan nu 2 sterren achter met gelijk aantal aanvallen. Maar dat kan natuurlijk nog altijd veranderen. Want zij moeten nog een paar aanvallen doen. En je weet nooit wat er gebeurt. 2 sterren is niet altijd zoveel met 4 aanvallen te gaan. Dus we zullen zien hoe dat verloopt. Maar goed, nu is het aan ons. Nu moeten wij eens kijken of we dit verschil kunnen verkleinen. Door hier op de nummer 4 een mooie aanval neer te zetten. En dit is de base. Ik had net al even gekeken naar de base om te kijken van hoe ik mogelijk kan aanvallen. En zoals jullie kunnen zien is het redelijk lastig voor de strategie die ik gebruik. We hebben 2 windblazers die staan allebei langs de rechterkant van het stadshuis. Als ik mijn blimp via links doe, dan doet die eigenlijk heel weinig damage. Omdat die gaat dan hier op de barbarenkoning op dit altaar komen. Dus dan blijft al dit hier wel gewoon staan. En dat willen we natuurlijk ook niet. Dus ik denk het beste is om via een zijkant te gaan, bijvoorbeeld. Dat is een optie, via de zijkant hier. Maar hier heb je natuurlijk waarschijnlijk een reuzenbom. En dan nog eens die bomtoren. Een andere optie is om langs de rechterkant te gaan. En dan probeer je naar het midden van de base te geraken. Het probleem is echt wel gewoon die poison torens. Want die zijn echt heel vervelend. En het zijn er 2. Maar als we kijken naar de windmachines. Er is precies een gat net in het midden van de base. Die niet geraakt wordt door de windmachine. Dus kijk eens naar deze Inferno-toren. Die wordt niet geraakt door de windmachines. Wat betekent dat we mogelijk kunnen proberen met onze warden en de blimp hier dus zo diep mogelijk in de base te geraken. En ik hoop, dit is wat ik hoop, is dat deze poison hierop gegooid wordt, op deze Inferno, dat mijn blimp erdoor geraakt en dat ik die hier kan droppen, die blimp, voordat de Spreukentoren geactiveerd wordt. Dat betekent dat hoogstwaarschijnlijk onze archers het stadshuis niet pakken, maar dat proberen we dan later met onze king en queen te halen. Maar we gaan nu eens zien, we gaan het gewoon proberen. Het meest vervelende zou zijn moest hier een tornado-spreuk zitten, want dan weet ik niet of mijn blimp zo ver geraakt in de base onder de Warden Ability. Dus ja, we gaan gewoon proberen. We hebben alle troepen. We kunnen weer zo'n heldenspreuk activeren. Dat gaan we heel snel even doen. Want dat hebben we gewoon. En het zou zonde zijn om dat niet te gebruiken. Als we ze toch hebben. Maar ja, laten we het nu gewoon proberen. En we zullen wel zien hoe het gaat. Dus we gaan hier gewoon 5 bloons zoals altijd. En de blimp doen. En we gaan wachten zo lang mogelijk. Oh no. It was at this moment that he knew. He f***ed up. Oh no. Ja, dat is veel te laat. We gaan in crisismodus. Dit is natuurlijk helemaal niet de bedoeling. Dus we gaan gewoon voor de hoge 2-ster proberen te gaan. We gaan deze hier pakken. We pakken jammer genoeg net niet. Kan de queen naar links gaan alsjeblieft? Fantastisch, ga naar links. Amazing. Oké, de queen gaat toch nog naar links. Dus dat proberen we nog een beetje goed recht te zetten. En dan gaan we nu hier proberen zoveel mogelijk nog te redden. We hebben natuurlijk nog hier... we gaan hier gewoon een... we proberen het gewoon te redden. Dat komt goed. Dat komt half goed. We gooien hier gewoon een onzichtbaarheidsspreuk op. Ja, mensen, we zitten echt gewoon in crisismodus. Want dit was heel vervelend. Ik had die Warden Ability iets gewoon eerder moeten doen. Wat jammer. Nee. Ik heb echt het gevoel dat ik die base had kunnen plat krijgen. Als ik ze hier in het midden had kunnen krijgen. Oh.
Ja, dat is echt jammer. Dat is een grote teleurstelling. We konden het verschil dus jammer genoeg niet kleiner krijgen. Dat is jammer, maar ja, het kan gebeuren. Ik denk dat iedereen van die blunders wel eens heeft. En lesson learned, gewoon in het vervolg proberen gewoon iets eerder die warn ability te activeren. Ik ben gewoon heel greedy geworden. Hoopte zo ver mogelijk in de base te geraken. Maar ja, het kan gebeuren. En voor de volgende keer proberen we het gewoon beter. Laten we eens kijken tegen welke clan we als volgende moeten. Als volgende moeten we tegen deze level 23 clan. En die staat onder ons. Dus dat wordt ook een belangrijke war. Zijn die hun huidige aan het winnen? Ja, die zijn hun huidige aan het winnen. En in de laatste war, in war nummer 7, moeten we nog tegen de nummer 2. Oké, dus het gaat nog spannend worden voor de plaatsen. Maar wij gaan sowieso niet degraderen. Mark my words. Ik hoop dat ik het hier niet jinx, maar jullie zullen het binnenkort al zien. Want ja, binnen een paar secondes gaan jullie naar dag 6 of naar dag 7 alweer. Terwijl voor mij, ik moet nog een paar dagen wachten om het resultaat echt te zien. Dus hopelijk komt alles goed. Maar ja, laten we nu gewoon doorgaan naar dag nummer 6. En zo zitten we intussen tijd al aan dag 6 van deze clan war, de voorlaatste dag. En ja, dat betekent dat we nog maar 2 aanvallen te gaan hebben in totaal. Dus wat is het weer snel gegaan en nog sneller voor jullie dan voor mij. Maar laten we meteen even gaan kijken naar de update van de war. We hebben jammer genoeg de vorige 3 verloren. Dus dag 5 hebben we ook verloren. Eens kijken hoe close het was. Was het close? Dat weet ik nu niet. Niet echt zo super close, jammer genoeg. Maar ja, dus we hebben hier 3 wars nu verloren, de 2 eerste gewonnen. Maar dag 6 ziet er een heel stuk beter uit. We staan maar 1 ster achter, maar we hebben nog 2 aanvallen minder gedaan dan hun. Dus we hebben echt nog wel kans om deze war te winnen. Die clan staat ook momenteel boven ons. Maar als we dit kunnen winnen, zou dat natuurlijk heel goed zijn voor ons om die 4e plaats terug te pakken. Maar ja, laten we eens gaan kijken naar de base die wij dit keer gaan aanvallen. Het ziet er alleszins een redelijk goed stadslevel 16 base uit qua levels. Maar er valt me meteen iets op. En dat is hier die windblazers. Die staan best wel gunstig voor ons. Want ik zie hier meteen die adelaarsartillerie, de monoliet en het stadshuis. Die staan dicht bij elkaar. Dus als ik mijn blimp bijvoorbeeld hier ergens kan droppen, op de monoliet bijvoorbeeld, dan kan ik hier heel veel damage aanrichten in het midden van de base. Ook zie ik dat er geen poison spreuken zijn, wat natuurlijk super nice is. En ja, we hebben hier natuurlijk die windblazers die niet in de weg staan. Dus ik denk dat we gewoon sowieso via rechts gaan aanvallen om proberen hier onze blimp op de monoliet te laten vallen. En ja, ik hoop dat het natuurlijk beter gaat dan de vorige aanval. Want dat was, ja, dat was gewoon een grote blunder, om eerlijk te zijn. Maar ik denk dat het wel moet lukken. Ik ga mijn warden, ik ga zorgen dat mijn warden hier ook dit air defense raakt. Zodat, met de ability bedoel ik, de fireball. Dus we gaan gewoon zien, hopelijk vallen alle puzzelstukken samen en wordt dit een succesvolle aanval. We gaan er gewoon voor, we hebben alles klaar. Ik ga geen spreukje activeren dit keer. Maar we gaan er gewoon aan beginnen en we hopen op het beste natuurlijk. Dus wij gaan hier gewoon via deze kant hier proberen te gaan. En ik ga hier deze zetten. En dan gaat mijn warden hier ook al in. Geen verdere verrassingen tot nu toe. Hopelijk geen tornadespreuk. En dat gaat voorlopig goed. En nu moeten we beginnen timen. En het gaat goed. Het stadshuis moet wel even neer, maar we hebben nog een spreuk. En dat is in het algemeen tot nu toe een geslaagde eerste fase van de aanval. Ook beide luchtblazers zijn uitgeschakeld. Hier zijn beide air defenses uitgeschakeld. Dus nu is hier redelijk wat afhankelijk van een goede queen ability. Laten we hopen dat ik hier beide air defenses kan uitschakelen. Maar ik denk dat de angle net niet goed is. De angle is perfect. Wat zit ik hier te zeggen? De angle is gewoon perfect. De muurbrekers zijn allemaal vernietigd door dat kleinkasteel. De troepen in het kleinkasteel. Maar dat kan eenmaal gebeuren. Wij gaan hier met de warden in. En we gaan hier nu proberen zoveel mogelijk damage nog aan te richten. In de base. En hopelijk een 3-ster te kunnen halen. Dat is waar wij nu voor gaan.
Dit ziet er alleszins heel erg goed uit, als ik heel eerlijk ben. Er is ook geen single target Inferno meer. Die was er wel in de base, die is uitgeschakeld al. Ik heb niet gezien of dat gebeurde door de Royal Champion of door de Archers in het begin. Maar dit ziet er heel erg veelbelovend uit. En dames en heren, ik denk dat wij hier gewoon eindelijk eens een live 3-ster hebben. Dus ik ben heel erg blij. De base was heel erg gunstig voor deze strategie namelijk. Heel mooi op die monolith onze blimp gedropt. En die archers hebben zoveel damage aangericht. Ook de Warden Ability heeft hier mooi damage aangericht. Om beide air defenses uit te schakelen. En hetzelfde voor de Queen. Die Ability heeft dat heel mooi gedaan. En zo hebben wij eindelijk een 3-ster binnen. Live op de recording. Maar dit is dus wel inderdaad al de tweede 3-ster die wij nu hebben gedaan in deze hele CWL. Dat is natuurlijk goed. En kijk eens aan mensen. Wij hebben één aanval minder dan hun en we staan 2 sterren voor. Dat is wat we willen zien. Heel goed. En we hebben natuurlijk nog Captain Galaxy die moet aanvallen. Die doet het vaak ook goed. We hebben ook nog Mr. Apple. Doet het ook altijd goed. Dus hopelijk kunnen we hier nog zeker wat extra sterren bijhalen. Natuurlijk onderaan is het natuurlijk altijd wel wat lastig. We hebben hier een stadshuis level 12 die eigenlijk elke waard tegen een stadshuis level 14 moet. Dus eigenlijk best wel goed dat we hier toch 2 sterren soms kunnen uithalen. Maar ja, het blijft lastig om op zijn minst 2 stadshuislevels hoger dan jezelf aan te vallen. Dat is nooit makkelijk. Maar ja, we doen het momenteel redelijk oké. Ik denk dat we nu gewoon afwachten tot de volgende war. De war nummer 7, daar moeten we tegen de nummer 3 volgens mij. We gaan het toch even checken. Ja, inderdaad. Dus wij moeten tegen de clan die nu derde staat. Dus dat kan nog eens een goede uitdaging worden. Of we die gaan winnen, dat kan waarschijnlijk lastig worden. Maar we zullen gewoon zien. En jullie komen het al te weten binnen een paar secondes. Want ik denk dat we nu gewoon doorgaan naar de laatste dag van deze Clan War League. En hier zijn we dan op de laatste dag van de Clan War League. Dag nummer 7. En dat betekent ook dat wij nu onze laatste aanval van deze Clan War League gaan doen. Laten we ook meteen eens kijken hoe we er op dit moment voor staan in de Clan War League. We hebben war nummer 6 mooi kunnen winnen. Zoals jullie hier onderaan kunnen zien. We gaan er even naar kijken. We hebben dus 34 sterren kunnen behalen. Zij maar 30. Dus dat is mooi meegenomen. We staan jammer genoeg nog altijd wel onder die clan. En we staan 5e. Maar we zijn zo goed als zeker van ons behoud in de meesterdivisie. Het moet echt wel heel slecht gaan. Ik denk dat het bijna onmogelijk is. Want het moet wel heel heel erg slecht gaan. Maar ik denk dat we sowieso dus blijven in de meesterdivisie. Wat natuurlijk eigenlijk ons doel was vanaf het begin. Maar hopelijk kunnen we misschien nog die 4e positie terugpakken. Deze clan heeft dus 254 sterren. Die hebben er dus 7 meer dan ons op dit moment. En als wij eens gaan kijken nu naar onze war, hoeveel moeten wij nog doen? We hebben nog 3 aanvallen, dus dat zal heel moeilijk zijn om dat nog in te halen. Jammer genoeg, want zij winnen hun war waarschijnlijk wel, denk ik. Even kijken. Ah ja, never mind inderdaad. De clan die nu boven ons staat op nummer 4 speelt nu tegen de 8e clan, de Kings. Waardoor dat eigenlijk de kans dat wij op de 4e plaats komen heel klein is. Omdat zij hier natuurlijk nu 41 sterren hebben behaald. Dat is heel lastig. Tenzij we hier nu nog 9 sterren behalen met onze volgende 3 aanvallen. Dat gaat heel erg moeilijk zijn, denk ik. Want dan moet deze en deze ook nog plat. En ik weet niet zeker of dat gaat lukken. Ook moet hier nog een stadshuis level 12 tegen een stadshuis level 15. 14, sorry. Dus in het algemeen, 5e plaats. Ik ben er wel tevreden mee. Maar we moeten natuurlijk nog altijd 1 aanval doen. En dit is de base van deze Clan War. Wij gaan hier tegen een stadshuis level 16 natuurlijk. Jammer genoeg zie ik hier Poison. Spreukentorens, dat gaat altijd lastig zijn. Ik zie hier ook best wat ruimte voor reuzenbommen. En dat is natuurlijk altijd een beetje beangstigend voor mijn aanval. Reuzenbommen hebben ons al vaker een beetje problemen gezorgd in deze war. Maar ja, hoe gaan wij dit aanvallen? Ik denk dat wij gaan sowieso proberen die spreukentorens te vermijden. En om dat te doen, moeten wij eigenlijk via misschien deze kant aanvallen. Maar ja, hier kan een reuzenbom zitten en hier staat een bomtoren. Dus ik ben het eigenlijk nog niet helemaal zeker. Goed, we gaan iets riskeren. We gaan proberen onze blimp hier te droppen in deze hoek waar dat de monolith staat. Want nogmaals,
Ons doel is om het stadshuis en de monolith te pakken. Nu, dat is gevaarlijk, want die spreukentoren heeft hier een best grote range. Dus we moeten hier eigenlijk een onzichtbaarheidsspreuk opgooien. Zodra dat die blimp hier in de buurt komt. Want we willen natuurlijk niet dat die poisonspreuk op de blimp komt. Want al die archers zijn dan gewoon meteen dood. Maar we hebben niet veel te verliezen, dus we gaan het gewoon proberen. We hebben alles, klein kasteeltroepen staan klaar. En ik denk dat we er gewoon aan gaan beginnen. Dus ik ga hier op aanvallen drukken. En hopelijk kunnen we hier toch sowieso de 2-ster halen. Ik wil een hoge 2-ster, maar een 3-ster zou mooi meegenomen zijn. Maar het is altijd lastiger, ook omdat hier de Infernotorens op single target staan. Maar ik ga hier via rechts aanvallen. En dan kunnen we sowieso al 1 air defense meenemen. Sorry dat het beeld weer even flikkerde. Dat komt omdat ik mijn telefoon nu vast heb. En blijkbaar de kabel doet soms een beetje raar als ik hem vast heb. Dus we gaan het proberen. We gaan hier meteen even die bommen opgooien. Of ballonnen, sorry. En we gaan hier nu... Jammer dat die waarde niet wat dieper de base in ging. En we gaan ervoor. Oh, we hebben de poisonspreuk net kunnen vermijden. Dat is natuurlijk fantastisch. Daar is de poisonspreuk dan wel. Kijk hoe dat die archers doodgaan. Maar mission accomplished. Stadshuis is neer. Monolith is neer. Nu moet de rest komen natuurlijk. En dat gaan we ook meteen hier proberen te doen. Hoe gaan we dat doen? We gaan hier Queen. Hoppakee. Beide air defenses zijn neer. Helemaal mooi. We gaan hier King inzetten ook. En dan gaan we hier proberen nu... we gaan hier 1 draak zetten. En dan moet de rest hier via boven komen. Dus we gaan hier nu gewoon... Oh, de ballonnen moeten eigenlijk eerst komen. In geval dat er wat traps staan. En hier hebben we nu ook die Royal Champion die meegaat met de rest van de... troepen. Oh, dat archer was een beetje zinloos daar. Ja, dat wordt nog close, want die poisonspreuk gaat enorm veel damage doen. Maar die poisonspreuk is op de king gegaan. Fantastisch. Die poisonspreuk is op de king gegaan. Ik weet niet of dit een 3-ster wordt. Dat gaat heel nipt worden. Er is hier nog een single target inferno. Die zijn natuurlijk altijd super gevaarlijk. Ik ga mijn telefoon even neerzetten, zodat er geen flikkering meer is in het beeldmateriaal, om het even zo te zeggen. Dit kan nu wel echt nog een 3-ster worden, hoor. Dit kan echt een 3-ster worden. Kan mijn barbare koning het overleven zonder de ability? Nee, maar die gaat hier nu wel die Royal Champion kapot maken. En dit is gewoon een 3-ster, dames en heren. Ik had het zelf niet eens zien aankomen. Dit is gewoon een hele mooie 3-ster. Ja, we gaan hier kijken hoe dat de laatste paar gebouwen neergaan. Maar ik ben heel erg tevreden hoe dat deze aanval verlopen is. Want ja, ik weet niet of je het nog herinnert. Er was veel plaats voor reuzenbommen. Er waren 2 poisonspreuken ook. Maar kijk eens aan, we hebben gewoon de 3-sterren binnen. Het ging natuurlijk wel heel erg goed volgens plan. Want we hebben het stadshuis en de monolith meegekregen zonder dat we last hadden echt van die poison. En we hebben zelfs onze Queen Ability goed kunnen gebruiken om die 2 laatste air defenses uit te schakelen. Dus prima aanval. En dat brengt ons nu op 30 sterren. Het zal heel moeilijk zijn om deze war te kunnen winnen. Zij hebben nog best wat aanvallen te gaan. Maar je weet nooit dat ze toch een fout begaan. Zij staan nu namelijk derde. Dus het is wel sowieso een sterke clan. Maar we gaan wel zien hoe dat het verloopt. Ik ben heel tevreden van het resultaat van deze aanval. Ook wat ik zag trouwens, is dat wij hier in New Unity clan level 17 gaan worden na deze war. Wat natuurlijk ook heel mooi is. We zijn bijna clan level 18, waar dat we dan dat mooie Titan schildrandje krijgen. We hebben nu die champion schildrand, maar nu zijn we een stap dichterbij ook weer bij de volgende stap. En zo langzaamaan hopelijk kunnen wij hier ook clan level 20 worden uiteindelijk. Maar goed, we gaan nu ook eens kijken naar onze medailles. Die hebben we natuurlijk nog niet gekregen, omdat de war natuurlijk nog niet gedaan is, de Clan War League. We zitten dus nog altijd op 2300. En
Het is dus bijna tijd voor ons om onze omgeving te kopen hier. Jullie moeten er natuurlijk niet zo lang meer op wachten, maar voor mij, ik moet er nog een hele dag op wachten, want de Clan War eindigt pas rond middernacht. Het is nu 20:36 en de Clan War is gedaan binnen 9 uur. Dat is wel heel erg laat. Volgens mij is er misschien ook een maintenance geweest of zo. En natuurlijk, bij Clan War League zit er altijd een klein beetje delay op. Dus elke war gaat een klein beetje later starten. Want als war nummer 6 gedaan is, dan begint niet meteen war nummer 7. Er zit altijd een klein beetje tijd tussen. Maar inderdaad, ik moet dus nog een tijdje wachten. En dan ga ik morgen een apart stukje opnemen waarin dat we dus die omgeving kopen. Maar ja, voor jullie is dat nu binnen een paar secondes. Na 7 dagen lang elke dag een war te doen, is de Clan War League nu gedaan. En we hebben ons doel bereikt. We zijn in Meester Die gebleven met de clan. Maar we hebben ook hier nu 286 medailles ontvangen. Waardoor dat we nu hier in de shop ook wel gewoon 2500 medailles in totaal hebben. En dat wil zeggen dat wij hier nu op het einde eindelijk iets kunnen kopen. En we konden natuurlijk al de skins kopen. Maar kijk mensen, ik wil die arena kopen. Voor de mensen die het trouwens niet weten, deze omgeving kun je alleen op de warbase gebruiken. Je kunt die niet op de mainbase gebruiken, jammer genoeg. Dus ben jij ook aan het sparen voor een van deze dingen, hou daar toch even rekening mee. Deze arena kan namelijk alleen op de warbase gebruikt worden. Maar je ziet er wel sick uit. Het is dus een enorme flex op je tegenstanders. Dus iemand die jou aanvalt is meteen geïntimideerd. Laten we niet langer meer wachten. Het is tijd om nu onze 2500 oorlogsmedailles te gebruiken op deze arena. Let's go. We gaan erop klikken. We gaan hier voor 2400. Dus we gaan er 100 over hebben. En we gaan die arena kopen. Hoppakee, we hebben dat in ons inventaris. En we gaan hem natuurlijk gewoon selecteren. We hebben nog geen nieuwe war, dus we kunnen het momenteel niet zien. Maar we kunnen hier eens kijken naar onze actieve oorlogsbasis. En we gaan op de fotomodus. En dit is onze nieuwe arena. Dit is onze nieuwe omgeving. Ik ben echt heel tevreden dat we het hebben gekocht. Laat mij in de comments weten of jullie misschien wat anders gekocht zouden hebben met jullie medailles. Misschien een van deze skins. Of gebruiken jullie het op handige resources zoals deze drankjes of bijvoorbeeld de hamers. Laat mij dat in de reacties weten. Maar dames en heren, dat was het voor deze video. Bedankt voor het kijken. Hopelijk vonden jullie het een leuke video. Laat zeker even een like achter. Dat zou ik enorm waarderen. Druk ook zeker even op die abonneerknop. Ik heb heel veel leuke ideeën voor Clash of Clans video's klaarstaan. En ik kan niet wachten om ze te maken en met jullie te delen. Dus hopelijk zijn jullie er dan ook weer bij. Intussen tijd heb ik ook heel wat andere Clash of Clans video's al op dit kanaal staan. Dus vergeet ze niet even te checken. En voor de rest zie ik jullie hopelijk gewoon weer terug bij de volgende video. Later mensen.